Ja, alle prijzen voor Excelsior, behalve dan de periodetitel zelf. Stijn van Gassel en Thijs Dallinga. Thijs Dallinga vanwege het fikse aantal doelpunten wat hij gemaakt heeft. 10 doelpunten. En ook verkozen tot beste speler van die eerste periode. En Stijn van Gassel, beste keeper van de eerste periode. Die zij dus uiteindelijk niet pakte. Die ging naar ADO. Geen wijzigingen bij beide teams. De opstellingen van vorige week erbij pakt, dan bent u helemaal op de hoogte. Dus met Dallinga in de punt van de aanval. Azarkan, Niemeyer, Baas. Daarachter Wiever en Eigenraam als controlerende middenvelders. En dan Hormans, Nieuwpoort, El Yacoubi en Abrekane. En die beste doelman van de eerste periode dus, Stijn van Gassel. Zeer enthousiaste speaker. VVV ook niks gewijzigd, want wint van MVV hoeft ook niet te wijzigen. Betekent dat Sorga, de Estse international, met 3 doelpunten ook even de topscorers bij VVV. Zo die de, dat hij te bank zit. Zie je zitten Schrooien, Braken en Roemer. VVV begonnen. De nummer 7 VVV tegen de nummer 1 Excelsior. Het verschil is maar 3 punten. VVV voortvarend van start met meteen een treffer. Nou. Dat zou een seizoenrecord geweest zijn. Zover kwam het niet. Pachonik, voor wie nog wat twijfel was. Schrooien, met het gebaantje kreeg ik niet een elleboog. Als Schrooien hier naar de bal toe gaat, maar een beetje klem wordt gezet. Het is prettig voor Excelsior. De start van het seizoen en misschien hier ook de eerste treffer van de wedstrijd. Ja, oh! Keeper op het verkeerde been. Hormans leek alles goed te doen. Dat ligt het daar helemaal open. Nou. Dallinga op de paal. Dat doet hij anders nooit, zou je geneigd zijn te zeggen bij hem. Met zijn 10 doelpunten. En dan zo'n kans. En dan de rebound. Die er ook nog bijna in vloept. Hier is Niemeyer. Reuven Niemeyer. Daar aan die kant ligt het behoorlijk open, al een paar keer. Zo ook nu weer. Hormans, en die moet dan toch wel raak zijn. Weer. Maar is niet zo. Niet de grootste van het veld, maar zo vrij. Azarkan. Dat loopt maar net goed. Ja, VVV, als het kan, zet het druk, probeert het 1-op-1. De duels te komen. Dat lukt in de beginfase niet altijd. Hij heeft Excelsior aardig wat kansen weten te creëren, maar geen 1 minuut. Maar nu is VVV in de beurt met Schrooien, Roemer. Na 17 seconden had hij kunnen scoren. Daarna 3 kansen voor Excelsior. En nu dan toch weer VVV in de 27e minuut. Goede bal van El Yacoubi. Goed neergelegd voor Hormans. En Hormans met voor hem kans nummer 2. Nog mee verdedigd door Roemer. Mag gerust een opmerkelijk feit genoemd worden dat er nog niet gescoord is. Roemer zit er nog net goed tussen. Hormans. Komt er dan toch een treffer in de laatste minuut van de eerste helft? Ja, die komt er! Ja, die komt er! Dan toch. Het doelpunt voor Excelsior is van Reuven Niemeyer op aangeven van Hormans. En dat komt Excelsior ook wel toe. Sterk begonnen aan de wedstrijd. Al waren de eerste seconden voor VVV. En
daarna 3-4, echt grote kans. Slordige periode. Maar de afsluiting van de eerste helft is prima. Mooie aanval, mooie doelpunt. Dit keer een prooi voor Tsima. Hormans is voorbij Johansson. Johansson die dan de bal weer inlevert. Dallinga. Ja. Een soort van voordeel. Als dat kan. Bij de tweede paal 2-0 Excelsior. Ja, geweldig gedaan. Weer is het Niemeyer. Reuven Niemeyer. Excelsior was er vanaf begin tweede helft daar op zoek en heeft hem te pakken. Het is een mooie treffer. Reuven Niemeyer, die hem hard en hoog binnen schiet, de voorzet van Azarkan. En hij schiet hem wel heel fraai binnen. Hoor. Hij schiet hem heel fraai binnen. Wat zit hij de mooie. Doorgegeven, maar wie pakt hem van Excelsior? Niemand. De overtreding die eerst gemaakt wordt, of het laatst gemaakt wordt, die telt daar niet. Dit wordt wel gezien als een overtreding van Tristan Dekker. Excelsior vol gas richting definitieve nekslag. Dat zou uit deze vrije trap op. Vooral als die voorrichting wordt veranderd. Ja, dan zit het mee. Hij wil Niemeyer hem hebben. Maar is het Dallinga die de bal nog van richting verandert, dan wil hij hem hebben. Ik denk of Azarkan. Het is goed kijken. Ja, ik denk Dallinga. Ja, dan wil hij hem hebben, denk ik. Verstandige beslissing van de Hoekai. Ik speel de bal. Aldus El Yacoubi. Dat zeggen voetballers dat wel vaker. Kan VVV wat doen uit een vrije trap als deze? Het is niet echt een bijzonder gevaarlijke positie, maar van te ver om het op die manier te proberen. Goed. En nu zou je zeggen, ja, gaat hij naar binnen? Nee. Via Knots. En dan nog door een VVV-speler als laatste van richting veranderd. En dan staat Sorga eigenlijk in de weg. Onbedoeld. Ja, die verdedigt de trap van Schrooien. Dat was even een teken van leven. Azarkan. Baas. Heel mooi neergelegd voor Dallinga. Dallinga op de voet. Tsima. Baas. Azarkan. En weer Tsima. Twee ingrepen binnen een minuut. Goeie ingrepen. Hier Dallinga. De voet van Tsima. Ja, hij blijft het proberen. De meest bedrijvige, zeker in de tweede helft, aan het vertrek van Roemer en Schrooien. Dat lukt hem niet. Ook hier niet om Van Gassel te passeren. Nu stond Sorga toch niet in de weg. Maar Van Gassel zweeft hem. Uit de hoek.
vastgehouden. Oh, aardig kopballetje. Julian Baas is ook nog maar jongen. Jongens. Dat is aardig weggelegd voor Smans. Niet onaardig geprobeerd, Levi Smans. Excelsior wint dus van de ploeg die op 3 punten staat. Stond. En nu nadrukkelijk voorlopig terugverwezen wordt naar de middenboot. Die ook zo'n grote middenboot. Dus er is voor VVV niks verloren wat betreft de rest van het seizoen. Want dan staat het allemaal te dicht voor bij elkaar. Maar de koploper wint in eigen huis. En blijft daarmee dus uiteraard koploper. En daar is iedereen, behalve de meegereisde VVV-supporters, natuurlijk dik tevreden mee. Zo staat het. 2 keer Niemeyer. En 1 keer Dallinga. Daar zal Dallinga wel heel blij mee zijn. En Niemeyer zal het prima vinden. Nou, eens kijken of het ook door de officiële commissie komt. Het is een voetnoot bij een wedstrijd die overtuigend is gewonnen door Excelsior.